Toen ik 30 jaar geleden afstudeerde, was het vak van diëtist nog heel erg het geven van voedingsadviezen op voordracht van of op verwijzing van een arts. Inmiddels heeft het vak zich ongelooflijk mooi ontwikkeld. Het gaat niet alleen maar om die voedingsadviezen, het gaat om dat palet om die cliënt of patiënt heen. Het vak heeft ontwikkeld van een praktisch vak richting ook een stukje evidence-based vak of practice-based vak. Dus we zijn veel meer beter met dataverzameling uit de praktijk. En je ziet dus dat het een echte academisering van het vakgebied heeft plaatsgevonden. En dat, ja, daar word ik heel erg warm van. Vooral omdat ik daar zelf ook zo'n mooie bijdrage aan heb mogen leveren. Het mooie van mijn onderzoek, zowel bij de HAN als bij de Wageningen Universiteit, is dat ik praktijkgericht onderzoek kan combineren met wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek gaat vaak over het mechanisme en over de meer theoretische benadering van een voedingsvraagstuk in dit geval. Het praktijkgericht onderzoek brengt echt in de praktijk van hoe ervaren de cliënten het. Dus het leren van de cliënten, maar we kunnen ook gelijk terugbrengen naar de cliënten en naar de diëtisten in het werkveld. Samenwerking met het lectoraat verloopt heel erg goed. Wat zo prettig is, is dat het heel laagdrempelig is. We kunnen altijd contact opnemen bij vragen. Maar andersom ook. Wij hebben als diëtistenpraktijk hadden we een vraag waarin we graag meer onderzoek wilden doen. Dat hebben we voorgelegd aan het lectoraat en die zijn daar ook direct in meegegaan en kunnen kijken waar kunnen we je bij ondersteunen. Ze stellen kritische vragen en vandaar dat het dus laagdrempelig en korte lijnen de samenwerking. De rolverdeling is echt dat het lectoraat en daaronder dus ook Marjan ons in onze kracht zet. Als we meedoen aan een bijvoorbeeld grote overleg waarin allerlei professoren, hoogleraren aansluiten, dan ondersteunt ze de mensen uit de praktijk. Ik heb dat echt in de praktijk ook gemerkt. Ik kan inhoudelijk vertellen hoe de lijnen lopen, hoe we bijvoorbeeld goed patiënten kunnen benaderen, wat de uitkomsten kunnen zijn, wat we voor de diëtisten kunnen betekenen, maar ook hoe de diëtisten daar zelf op reageren. Op het moment dat er dan een hele moeilijke vraag gesteld wordt waarop ik het antwoord niet weet, want ik ben geen onderzoeker, dan ondersteunt ze, zet ze je even in de kracht en doet ze op een hele leuke positieve manier, waardoor je echt voelt dat je zelf een beetje kunt shinen en dat je ook meer dingen durft te vertellen. En daardoor zie je ook dat professoren en hoogleraren echt denken van nou, die doen dat ook heel goed. En er komen ook vragen van hen, van hoe zit dat nou? En op die manier is er eigenlijk een soort smeersel tussen de wetenschap en de praktijk. Nou ja, ik zie Marjan als een ambassadeur binnen de diëtetiek. Ik denk dat iedereen Marjan ook kent, omdat ze zo ontzettend actief is. Op zoveel netwerken zit, zowel nationaal als internationaal. Maar dus ook binnen de opleiding, ik bedoel, studenten kennen haar. Ze laat echt wel zien waar ze mee bezig is, ze draagt dat uit. En dat doet ze binnen de hand, maar ook zeker daarbuiten. En ik denk ook wel dat heel inspirerend en heel erg belangrijk is. Ik zou Marjan omschrijven als heel benaderbaar, heel enthousiasmerend en heel gemotiveerd. Ze kan echt mensen aanzwepen, aanzwengelen en heel efficiënt werken. Een voorbeeld daarvan was dus toen ik haar aanschreef. Ik had echt verwacht van dan kom je echt bij een instituut en dat schrijf je dan aan en dat voelde heel groot en onbekend. Maar eigenlijk na het eerste in mailcontact merkte ik al dat Marjan zo in de materie zit en zulke goede ideeën heeft dat ze eigenlijk heel efficiënt en heel vriendelijk te werk ging. Een van de dingen waar ik trots op ben, die ik heb bereikt de afgelopen 30 jaar, is het ontwikkelen van de screeningsinstrumenten SNEC. Dat zijn hele simpele screeningsinstrumenten voor het vaststellen van ondervoeding. Die screeningsinstrumenten hebben we ontwikkeld, geïmplementeerd, eerst in Nederland en inmiddels zijn ze wereldwijd geaccepteerd. Ik vind het ongelooflijk mooi om lector te mogen zijn. Ik heb een groot team onder me, inmiddels 18 mensen. En het mooie vind ik dat ik al die 18 mensen warm kan maken voor onderzoek. Ze zien mijn enthousiasme en ik hoop hun daarmee ook te kunnen enthousiasmeren. In het begin houd ik mijn onderzoekers streng, kort, omdat ik ze wil coachen. Maar op een gegeven moment zie je dat ze gaan groeien. En ik vind het geweldig mooi dat ik hun dan ook los kan laten en een stukje eigen verantwoordelijkheid kan geven. Dat spelen met de competenties van mijn mensen en ze laten groeien door middel van positieve feedback, waardoor ze zelf dat enthousiasme krijgen, dat vind ik heel geweldig. En dat enthousiasme brengen zij weer over
op de studenten die binnen onze onderzoeken in het werkveld, in de praktijk staan. En die op hun manier ook weer enthousiast worden om mee te gaan doen aan onderzoek. Ik denk dat we op allerlei manieren hebben samengewerkt met het lectoraat. Ik denk allereerst zijn zij de opdrachtgever voor de opdracht. En zij sturen ook aan waar nodig. Dus ik denk dat bijvoorbeeld bij het opstellen van de onderzoeksvraag was het heel fijn om iemand van het lectoraat erbij te hebben die ervaring heeft. Als tweede de begeleiding vanuit het lectoraat qua... Ja, als je bijvoorbeeld vragen hebt over statistiek, kun je dat daar stellen. Als je vragen hebt over of de onderzoeksopzet klopt. Het is fijn om iemand te hebben die het al vaker heeft gedaan. Iemand die ervaring heeft en wat ik zei ook al in het project zit. Dat hij jou daar een beetje kan aansturen en ook weer kan uitdagen om er zelf meer onderzoek naar te doen, meer uit te halen. Ja. Marjan die is enorm, het is een powervrouw en ze heeft heel veel ervaring, zowel als klinisch diëtist in het doen van onderzoek zelf, in het leiding geven, in het mensen enthousiast maken, in het mensen mobiliseren. En daarnaast heeft ze echt enorm groot netwerk. Ze heeft overal een ingang, of dat nou in een ziekenhuis is of in een eerste lijnspraktijk of in het Radboud hiernaast of in Amsterdam in de ziekenhuizen. Maar ook Europees gezien of internationaal gezien. Ze heeft overal, zit ze wel ergens in een board en zet ze voeding op de kaart. Mijn doel in dat vooruithelpen van het vakgebied diëtetiek is inspireren, motiveren, voortrekken, verbinden. Ik kan de middelen en de mensen genereren om dat onderzoek te gaan doen. En ik wil vooral helpen en ondersteunen dat het werkveld dat gaan doen. Ik wil de studenten meegeven hoe leuk het is en ook hun stimuleren om als zij straks werkend zijn dat te gaan doen.